Wat er gebeurde, dat was ongelooflijk gewoon. Mensen vielen gewoon om van het lachen gewoon. Ik zag mensen met fietsen, die flikkerden gewoon om. Auto's die gewoon... Mensen stopten. Zwaaien, lachen. Ik zeg in die auto, ik zeg, we hebben een hit. We hebben een hit, dat hebben we zelf nog niet eens in de gaten nu. Qua jongens waren wij, qua jongens, dacht dames en heren. Qua jongens waren zeker Henk Spaan en Harry Vermeegen. Ze waren de belhamels van de vaderlandse televisie in de jaren 80 en 90. Ze vormden een opmerkelijk komisch duo dat de wat volkse tegenhanger werd van het elitaire grachtenduo Cote en de Bie. Hun bijdrage aan de ontwikkeling van speciaal voor de televisie gemaakt satirische programma's is groot te noemen. Denk maar aan Pisa en Verona, programma's die doorklinken in onze tijden. Een kopje koffieglazen was er. Koud, hè? Kopje koffie, glazenwasser. Santa, mooi beest. Koud, hè? Nou, wat is je koud, hè? Goedenavond, kijkvrienden. Hier zijn wij alweer met de allerlaatste Pisa van dit seizoen. Hardy, waar ben jij geboren? Geboren in Amsterdam. Ja? Ja, Amsterdam. Zover ik dat weet, maar daar ben ik zelf nooit bij geweest. In de Tolstraat. Dat is in Amsterdam. Natuurlijk was je erbij, man. Nee, ik was er ook bij. Tolstraat in Amsterdam-Zuid. Aha. Daar ben ik geboren. Daar hebben mijn ouders een paar jaar gewoond. Waar ben jij geboren? In een dorp genaamd Heer Hugowaard. En daar dan weer een gehucht in, genaamd Het Kruis. Wanneer kwam je daar nou eigenlijk achter dat je toch een beetje anders was dan de andere leeftijdsgenoten? Ja, ik weet niet meer. Dan ging je met z'n allen naar, hoe oud ben je dan? Dan ga je met z'n allen naar het Rijksmuseum of zo, ja. Met school. 14, 15. Ja, misschien. En dan merk je gewoon door de hele dag heen dat iedereen om jou moet lachen. En dan denk je bij jezelf, oh, wacht even. En dan ga ik morgen weer een keer proberen en doe ik het nog een keer. Ze lachen weer. Overgaan, ook oudere mensen zie ik nu ook lachen. Oh, wacht even. Daar moet ik misschien iets mee gaan doen. Als ik ja zeg, dan kom je. Ja. Je zou kunnen zeggen dat ik na de middelbare school al vrij snel wist waar mijn toekomst lag. Alleen, ik studeerde nog wel af, Nederlands, met eerste graads lesbevoegdheid. Want ik had aanvankelijk nog wel het idee, dan heb je iets om op terug te vallen. Maar ik kwam in 1973 al bij de Haagse Post te werken. Ja! En hier is hij dan. De oppositieleider van de humor. De staatssecretaris van de buikpijn. De minister van de lachcultuur. De premier van het doorslaande succes. Het vleesgeworden lachsalvo, Henk Spaan. Goedenavond, kijkvrienden. En wanneer heb je Henk ontmoet? Wanneer kwamen jullie elkaar voor het eerst tegen? Uiteindelijk kwam ik terecht bij de radio. En het was toen het programma Tussen Start en Finish. Nou, en daar zat Henk Spaan dan bij. En nog heel veel meer mensen. Nou, dan mocht ik dan één itempje maken in de week. En daar kreeg ik dan 99 gulden voor. Ja. Zoiets. Plus reiskosten. En wat deed Henk in die tijd? Die had toen een kolompje daar. Die had toen al een soort van zak ook mee, kolompje. Had hij toen al, toen in dat programma. Dus en hij was verder dan jij eigenlijk? Ja, hij was er al bij. Ik mocht net binnenkomen, nou met moeite. Harry kwam binnen in die studio en die had meteen het hoogste woord. En ik ben een beetje secundair, dus ik keek daarnaar. Ik denk, hallo, krijg ik daarmee te maken? Goed, uiteindelijk viel het mee. En we hadden wel een redelijk gelijklopend gevoel voor humor. Dus al vrij snel ging het goed. Klikte dat? Ja. Waren jullie toen vrienden? Vrienden zou ik het niet willen noemen. En toen verdween iedereen bij het programma. Iedereen ging weg. Mensen gingen iets anders doen. De hoofdredacteur ging weg. En er was niemand meer. En toen zeiden ze, wil jij eindredacteur worden van Tussen Start en Finish? Nou ja, eigenlijk niet, want ik was niet in vaste dienst. Daar had ik ook helemaal geen zin in. Ze zei, ja, moet je wel in vaste dienst? Ik zei, nou oké, dan doe ik dat. Dus toen werd ik eindredacteur
tussen start en finish, sport, op de radio. En dan hoorde je er eens wel bij natuurlijk. Maar er was niemand meer dan alleen Spaan. Toen zeg ik, nou, dan gaan wij samen maar door. Ik denk dat wij leerden, daar, bij tussen start en finish, om gebruik te maken van de verbeeldingskracht van mensen die zitten te luisteren. Volgens mij was dat een beetje, was dat het succes. Eigenlijk maakten we min of meer fictie van iets wat in de actualiteit speelde. Toen wonnen we gelijk een prijs. Na een jaar al. Welke prijs? Zilveren reismicrofoon. Daar zit je mee te praten aan. Ja. Nou. Jij praat met een zilveren reismicrofoon. Dat is een... Hoe vind je die? Nou, ja. Ik ben diep onder de indruk. Dankjewel. Meneer Smeets, wat mij betreft kan hij, hoor. Kan het nu? Ja, oké. Okay. Vooruit. Hier is hij dan. Van harte gefeliciteerd. Heel hartelijk dank. Heel hartelijk dank. Kijk, hier is voor jullie twee. En het waren ook een beetje tegenpolen, hè? Dat zat er eigenlijk van nature al een beetje in. Een karikaturale vormgeving van wat je min of meer onze natuurlijke verhouding zou kunnen noemen. Ja, hij een beetje meer de intellectueel en de grachtengordel. En ik een beetje meer de volksjongen. En dat bij elkaar. Weet je wel. En dan kon je ook makkelijk dialogen opmaken. Dus dat was ook niet zo ingewikkeld. Een grotere tegenstelling dan die tussen Harry en Henk was niet denkbaar. De wat verlegen intellectueel tegenover de recht voor zijn raap schreeuwende volksjongen. Dat snijvlak van karakters leverde vele jaren adembenemende televisie op. Maar het was uiteindelijk ook de bom onder hun samenwerking, waarvan de lont al smulde. En wanneer kwam de televisie? Nou, dat kwam door die prijs. Dus wij wonnen toen de zilveren reismicrofoon en toen zeiden ze nou... Zouden jullie iets op televisie willen doen? En ik wou dat niet. Ik vond radio veel interessanter. Ja. Eigenlijk meer dimensie dan televisie. En, maar goed, Harry die deed al voetbal 80. En die zag zichzelf als een tv-ster in de making. Ja. Dus uiteindelijk ben ik gezwicht. Henk, waarom Pisa? Omdat Pisa de norm wordt voor alles wat er in de wereld maar scheef zit, Harry. Ja, ja. Oeh, Han. Daar zijn we niet trots op, maar goed. Het is ooit verzonnen. Ik denk bij mezelf, het was waardeloos. Het was echt... Ik bedoel, vergeleken met Cote & Bie was het echt helemaal niks. Het was alleen, kon je zeggen, fris en nieuw. Wij deden dingen die... Ja, die deden anderen niet. Kom even mee. Als je bereid bent om je standpunt te verlaten, dan kan er iets gebeuren. Kijk, nu zie je dat de toren scheef staat. Zie je wel? Hier is hij scheef. Henk, die toren die staat kaarsrecht, hoor. Dat komt omdat jij de toren met een scheef oog staat te bezien. Dan wordt hij toch weer recht. Het eerste seizoen was niet te harde gewoon. Het was zo slecht. Ik moest wel lachen. We hebben ook nog een tijdje later kregen we Job Pannenkoek als regisseur. Maar die was dus ook de regisseur van Cote & Bie. En die zocht de kunst. De gelaagdheid. Nou, Harry was echt top. Maar je kan veel over hem zeggen. Maar niet dat er enige laag bij hem in zat. Wat je zag, dat was het. Het moest tweede en derde en vierde lagen hebben. Ja. Ik heb teksten uitgesproken die ik helemaal nooit begrepen heb. Echt niet. Kim Jacobs, hè? Verder buiten. Die valt wel buiten. Moet gestut worden, zo scheef. Ja? Ja. 16 graden uit het lood, hè? Minimaal. En de man als Van der Stee? Van der Stee, ja? Ver uit het lood. Ja? Ja. Zijn vrouw ook, hè? Ja, absoluut. Ja? Zijn vrouw ook. Het was voornamelijk van ons een soort ontdekkingsreis naar hoe je televisie maakte. Bob Roens, die belde ik op. Ja. Ik zeg, meneer Roens, moet u horen. Ik wil regie leren en dit en dat. En ik heb af en toe wel iets geregisseerd. Nou, die man was een god in die tijd. Ah, dat je die durfde te bellen. Hoe haal je het in je harses? En dan zei hij nog heel vriendelijk ook, ja, kom maar bij me thuis. Dan zat ik bij de grote Roens thuis. Maar ik deed het wel. En ik zei, mag ik eens een keer in de auto kijken hoe dat gaat en wat u doet en... Maar zo leerde ik wel. Over de schouder kijken? Ja, gewoon. Maar ik was er alleen maar mee bezig. En ik wilde dat leren. Ik denk, als ik dat onder controle heb en ik kan het allemaal zelf doen, heb ik niemand meer nodig.
Want dat was niet Henk's belangstelling om dat te doen. Nee, totaal niet. Ik regisseerde alles toen. En ik monteerde het allemaal. Dus als je dan ook eens een keer de hele dag had opgenomen, dan kon ik ook weer de studio in. En het wel het ambacht. Ja, montagehok in, ja. Ja. Dan maak je het en breek je het. Ja, precies. Maar jullie mochten een tweede seizoen Pisa maken. Ja, hoe dat gebeurd is, weet ik ook niet meer. Maar toen hebben ze allemaal andere mensen erop gezet. Toen kwam Rine Spoor erbij. Ja. Dat was een VARA-regisseur. En Frans Boelen. Zo. Ja, toen gingen ze van dik hout zag maar planken. Ja, en die hebben eigenlijk ons een beetje omhoog getild. Op het spoor gezet van hoe het moest. En op een gegeven moment zegt Rinus tegen mij in de auto, weer van zo'n ijskoude draaidag terug naar Hilversum. Hij zegt, we hadden gisteren kijkcijfer 30. Ik zeg, Rinus, leg eens uit. Hij zegt, nou, dat betekent dat er meer dan 3 miljoen mensen hebben gekeken. Ik zeg, en dat is goed? Ik had er helemaal geen benul van. Ja, zei Rinus, dat is vrij goed. Dus dat was meteen een succes. En daarom ook zet ik me wel over mijn weerzin heen. Het bleek dus meteen aan te slaan. Prins Willem-Alexander valt op Stefanie van Monaco. Ja, ja. En Julio Iglesias, die valt op prinses Margriet. Nou goed. Even serieus nou, hoor. Kom op. Kiwi, kiwi. Al 8000 mensen hebben deze prachtige poster in huis. Of deze heerlijke kiwizeep. Sla je slaatje. Doe maar gewoon. En dan nu ons nieuwe amusementspelletje. Bedacht door Amusementspelletjesbureau Wint. Win een ober en een kok in Sla je slaatje. Daar komt hij weer. De man die elke week incognito uitzoekt hoe je in Nederland heel populair kunt worden. Leuk, hè? Wat waren de geslaagde dingen die je toen deed waar je zegt, nou, daar hebben we nog steeds goede herinneringen aan? Nou, wij begonnen natuurlijk met bloot in het begin, omdat dat er niet was. Ze vroeg of het wel functioneel was. Ja. Wat? Nou, weet je wel, dat vonden we dan leuk. Want vooral met die vrouwen bij de VARA, die waren natuurlijk, die gingen allemaal vol de heg in. Dus dat vonden wij leuk. We waren gewoon een beetje opstandig. Heel puberaal. We waren een beetje recalcitrant natuurlijk toen. Mm. En we waren goed vervelend. Dus dat, nou, daar hadden we wel last van. Kom aan. Dat! Ik denk zo 85, toen waren we op stoom. Toen hadden we het onder controle. Toen hadden we het hele medium onder controle. Toen wisten we precies, dat werkt niet. Zo werkt het wel, zo werkt het niet. En toen hadden we een kopje koffieglazen wassen. Glazenwasser. Wat wij eraan hebben toegevoegd was, aan dat werkelijk dodelijk simpele idee, was dat het trok de aandacht van mensen. Dus elke week stonden er meer figuranten op straat. Op zeker moment hadden we 3 of 4 bussen figuratie die alleen maar op die kreet stonden te wachten. Dus het was een soort koekjesblik effect. Ja. Dat wat in de maatschappij... Wat onder de tv-kijkers gebeurde, dat lieten wij zien op straat door gewoon bussen met figuratie aan te laten rukken. Wie is Rick? Nou, zeg, waarom komt u dan? Ja, op het andere net als jonge mensen op het concertpodium. Hé hey Hans, je hebt gewonnen. Zonde, hè? Nou, vet van tijd ook, hè, jongens? Ja! Yeah! Daar komt ze! Eén, twee, drie... Kopje koffie, glazen wassen! Kopje koffie, glazen wassen? Nou, dat sla ik niet af, man, dan. Wat ik een hele leuke vond, het heette Kraan & Co.
En dat was dan met een gijzeling. En, die, en, de, en de, degene die, die de... is dat een gijzelnemer? Ja. Die had dan elke keer een eis. Afgelopen. Alle twee er binnen. Direct. Kom op. Hallo 23. Hallo. Hallo 23. Melden jullie even. We binnen. Wagen 23. Wagen 23. Melden. Op bed zitten. En die heette dan Gijs, kan ik me herinneren. De eis van Gijs. En die eiste dan bijvoorbeeld dat er iets gebeurde in, bij Studio Sport. Kijk eens wie we daar hebben. Kom. Hup, daar. Oh, maar Smeets. Dat is druk, zeg. Zo, zuur pruim, ben je er eindelijk. En dan eis ik nu dat je vol enthousiasme Heia Hilbert, Heia Hilbert gaat roepen. Kom op. Ja, maar een verslaggever is geen supporter, hoor. Nee, natuurlijk niet. Wat is die domme? Nou, komt er wat van, zuurpruim? Morgen moet ik in Studiosport Mats Smeets en een politiepet zien. En dat gebeurde ook. Jo. Ja, dus dat was, dat vond ik een dat hele leuke multimediale wisselwerking. Ja. En dat vond ik nou een goed idee. De liefhebbers weten het nog wel. De vorige week hoorde Benny Wijnstekers de vrijwel onuitvoerbare eis van Gijs aan dat Feyenoord zondag maar liefst met 3-1 moest winnen van Ajax. Ik eis dat de foto die ik net heb gemaakt van Kraan & Co op de omslag van de nieuwe revue van deze week zal worden afgedrukt. Maar dat gebeurde dan ook. Oh, Co, kijk nou. Geen gezicht. Moet je jezelf zien staan, je buren, Co. Je kan echt niet meer staan. In 1985 kwam de paus voor het eerst op bezoek in Nederland. Een voorwaar grote gebeurtenis. Alleen het effect van die gebeurtenis werd aanzienlijk versterkt door de satire die werd gepleegd, Popie Jopie, in het programma Pisa. Het werd de grote doorbraak van Harry en Henk en er werd televisiegeschiedenis geschreven. We hadden altijd wel een soort paniek over onderwerpen. God, wat moeten we gaan doen? En ik zei, ja, wat gebeurt er allemaal in 85? De paus komt naar Nederland. En Harry zei, dat is een goed onderwerp. Dus het was min of meer gewoon samen bedacht. Maar toen weet ik wel dat Henk, die kwam met die naam op een gegeven moment, omdat hij Johannes heette, Po-Jo. Ik zei, ja, dat is het gewoon, dat is de titel. Ik zeg, zo moet hij gaan. Ik zeg, en dan komt hij van tevoren. Maar dat bedacht ik dan, of samen. Ik zeg, dan komt hij van tevoren alvast even op bezoek. Komt hij van tevoren even kijken. Briljant idee ook. Hoe Nederland is en dat hij vast een beetje kan winnen. Maar dan komt hij zogenaamd incognito, landt hij op een klein vliegveldje. En dan komt hij even kijken en dan rij ik hem snel rond. In een pausmobiel? Wel in een pausmobiel, want dat is hij gewend, want anders raakt je man in de war. Buongiorno. Mijn naam is Harry, ik ben uw chauffeur. Juist. Dus dit is La Hollanda. Zie. Maar waarom heeft u eigenlijk de grond niet gekust? Omdat ik gisteren knoflook heb gegeten, filio mio. Oh ja. Nou, stapt u maar gauw in. Ja. Dan gaan we even een stukje rijden. Zo. Andiamo. Ja, andiamo. Andiamo. Zo. De impact daarvan is gigantisch geweest. Ja, dat is enorm. Dat is gewoon enorm. En dat we daar, dat vind ik dan wel, dat we daar geen prijs voor hebben gehad, dat vind ik wel een schande eigenlijk. Heiligheid. Zie. De bedoeling van deze werkbezoekjes, dat is dus om uit te vinden hoe je zo snel mogelijk populair kan worden hier. Ja. Om te beginnen heb ik uw naam veranderd. Oh. Want die is veel te lang voor Nederland. U heet nu Popie Jopie. Kom hè? Popie Jopie. Popie Jopie? Si. Kom in Italiano, hè? Si. Popie Jopie. Popie Jopie. Popie Jopie. Benissimo. Popie Jopie. Popie Jopie. Popie Jopie.
En ik kan me nog de eerste dag herinneren dat we dat opnamen. Ja. Dat was hier ergens in Hilversum. En toen kwam alles in één keer te staan. Dus die auto was er. Ik zat achter dat stuur. Henk had eindelijk die kleren eens een keer aan. Die hadden we nog nooit gezien. Dus die had dat allemaal aangetrokken. Hij staat in die auto. We gaan rijden. Nou, wat er gebeurde, dat was ongelooflijk gewoon. Mensen vielen gewoon om van het lachen gewoon. Ik zag mensen met fietsen, die flikkerden gewoon om. Auto's die gewoon... Mensen stopten. Zwaaien, lachen. Ik zeg in die auto, ik zeg, we hebben een hit. We hebben een hit, dat hebben we zelf nog niet eens in de gaten nu. Heel goed, Heiligheid. Het gaat echt elke week beter, hoor. Als Nederlanders daar ergens gevoelig voor zijn, hè, dan is het voor humor. Voordat we beginnen, eerst even een lekker kopje koffie, Heiligheid. Si, figlio mio. Mag ik 2 espresso van u? Volgens mij is het espresso, Heiligheid. Ja, maar ik zei het espresso. Maar het was briljant in zijn actualiteit. En in zijn eenvoud. Ja. En heeft ook invloed gehad op het pausbezoek. Ja, hadden ze beter niet kunnen laten doorgaan. Er werden toen ook kamervragen gesteld, dus we waren ineens hot nieuws. In de kranten en zo, en dit en dat, en kan dat wel, en houden we dat wel in de hand, en gaat dat niet te ver, en die pauze komt straks. Nou ja, en toen het eenmaal op televisie was, nou ja, toen kwam het hele buitenland op ons af. Kort voordat die pauze kwam in Nederland, ben ik geïnterviewd door de NBC, door het nieuws. Ja. En op een gegeven moment, ja, ik vond het wel interessant natuurlijk, want jeetje. En op een gegeven moment ging familie bellen uit Amerika en mensen die er waren. Ik kwam in het café, kwam ik Cees Notenboom tegen. Die zegt, ik was in de States, man. Je was gewoon op het nieuws, weet je wel zo. Dus op zich was dat ook wel weer een leuk bijverschijnsel daarvan. En het werd verkocht aan 40 landen. Dus nou weer 40 landen hebben het gekocht. Die kochten allemaal fragmenten van Popiopi. Het was het best verkochte item van de NOS dat jaar. En dat zegt al iets over de impact van het programma dat wij hebben gemaakt. A, op het pausbezoek in Nederland. Maar B, ook op de visie van buitenland, het buitenland, op de rare maatschappij die Nederland toen was. Dat zoiets mogelijk was, want dat had echt nergens anders gekund. Porca Madonna! Bah! Is het niet lekker, die haring? No! Nou ja, oké, okay, dan snappen we die haring voor mij. Zie! Ja, nou ja, die is wel stom, hoor. Want het is een geheide foto op de voorpagina. Nou, dat moet je zelf weten. Dus in mei, niente haringen, capito? Ja, oké, maar om dit soort dingen nou te vermijden, straks in mei, Heiligheid, neem dit nou mee. Schiedamse jenever, Arnhemse meisjes, Goudse stroopwafels, Amsterdamse uien, Zeeuwse babbelaars, Haagse hopjes, Haarlemmer trekvaart, Deventer koek, Limburgse fly, aanpakken, Heiligheid, en een Brabantse koffietafel. Zo, leer dat nou eten, anders krijgen we in mei de grootste problemen. Hé, veel plezier in Peru en tot de volgende week, hè. Dag. Ciao. En dan had je ook nog dat liedje. Ja, en ja, dat was zo leuk, want dan elke avond als ik naar huis ging, zette ik toch om 6 uur Frits Spits op. En daar kwam die. Op drie. Popiopio. Dan zit je in de auto en denk je, godverdomme, dat ben ik. Het is zo cool. Cool, jongen. Hij is te vroeg. Hij is er al. Hij is speciaal overgevlogen voor Top Hop samen met zijn particuliere chauffeur. Popiopi. Land van zeven zaden.
was niet meer te houden gewoon vanaf dat moment. En vanaf de eerste uitzending was het zo verschrikkelijk raak. En ja, daar ben ik nog steeds heel erg trots op gewoon. Ik zou zeggen, laten we maar meteen beginnen. Bij hun huisomroep, de VARA, woedde een grote interne strijd. Door een aantal mislukte shows stond de omroep op de rand van een faillissement. De artiesten en presentatoren werden dus niet meer zo gekoesterd. Er moest drastisch bezuinigd worden. Harry benaderde Rob Oud van het dynamische Veronica. De nieuwe voorzitter van de VARA, Marcel van Dam, vond een vertrek naar Veronica prima. Tenminste, als er door Rob Oud 800.000 gulden op tafel zou worden gelegd. Daar kon toen geen sprake van zijn. De sfeer tussen het duo en de VARA bereikte nu een dieptepunt. Harry en Henk wilden nu echt weg. Dat was natuurlijk een enorme toestand, want wij hadden net voor 3 jaar bijgetekend. Want we kwamen net uit het succesjaar Popiopi. Ja. Dus iedereen wilde jullie hebben natuurlijk. Nou ja, die VARA die zei, zullen we maar eens voor 3 jaar verlengen? Ik zei, nou, dat lijkt me wel een goed plan, ja. Dus, en het was 19, dat was dus in de zomer van 85. En toen hebben we bijgetekend voor 3 jaar. Maar de VARA kreeg een enorm financieel probleem door die tent van Willem Ruijs. Die tent die heeft misschien wel 6-7 ton per uitzending aan verlies opgeleverd. En toen ontstond de kreet wie vervuilt betaalt. Misschien werd het iets anders geformuleerd, maar wij hadden ook een budgetoverschrijding. Door die glazenwasser onder andere, want die kar waar Harry mee reed, die kostte hartstikke veel geld. Ja, want elke week werd hij in de poeier gereden. Dus er moest weer een nieuwe kar worden gemaakt. Dus wij hadden denk ik een budgetoverschrijding van in guldens 3 ton of zo, over een heel seizoen. Valt best mee. Maar het werd door die Van Dam gebruikt, gebruikt om ons eruit te werken. Ik heb altijd wel gedacht dat toch iets meer een politieke beslissing was dan een financiële. We hebben net een wereldhit. Trouwens, we hadden ook de VARA ook nog eens 25.000 nieuwe leden bezorgd. Hè? Oh ja? Met een gewone mannenpet. Hallo? Ja, heel gewoon, doodgewoon. Die zou hem even vergeten dan, maar... Kijk, vrienden, zo gaat het niet. We komen geen enkele zin zo, hoor. We komen er niet uit. Wij zijn nu eenmaal geen Kees Sietsma. En daarom richten wij ons in wanhoop tot u. Helpt u ons met het zoeken, met het vinden van de voor de VARA zo broodnodige gewone man. De gewone man was een satire op een uitspraak van de nieuwe voorzitter van de VARA, dominee Van de Heuvel. Die zei, de VARA maakt programma's voor de gewone man. Zelf zei hij erbij, ik kijk niet naar H6, hè, weet je wel, maar... De VARA-leden die moesten maar naar Hazes kijken, want dat waren de gewone mensen. En wij vonden dat op zijn minst nogal hautain, dat uitgangspunt van de nieuwe voorzitter van de VARA. Dus wij gingen op zoek naar de gewone man. Met als vooropgezet idee, de gewone man bestaat niet. De maatschappij bestaat uit individuen. En die uitspraak die slaat echt helemaal nergens op. Mocht u hem kennen, geef hem aan. Fotografeer hem en stuur uw signalement plus foto naar VARA, postbus 175, 1200 AD Hilversum, ter attentie van gewone man gezocht. Met z'n allen moeten we hem toch kunnen vinden. Dan hadden we heel gewoon doodgewoon en dan hadden we een doodgewone mannenmuseum in het VARA-studio. Waar duizenden mensen zijn gekomen. En dan kon je een pet krijgen, maar alleen als je lid werd van de VARA. En dan kreeg je zo'n jaren 30 pet. Dat stond dan op de gewone man. En er was een liedje bij dan, heel gewoon doodgewoon. Ik heb een dochter en een zoon. Vrijdagmiddag openden wij zelf de tentoonstelling van de gewone man in de VARA-studio in Hilversum. Terecht op de tentoonstelling tot en met 8 februari
in de VARA-studio, Heuvelaan 33 in Hilversum, elke dag van 9 tot 5. Half Nederland ging zeggen van... opvragen, nee, nee, dat doe ik, dat is me veel te gewoon. Zo gewoon, oh, wat gewoon, weet je wel. Dus het sloeg aan, duidelijk. En ik dacht van, ja, maar we hebben net zo'n hit gescoord voor jullie. En nou gaan we zeuren over geld. En nu zijn wij ineens de vervuilers. En toen dacht ik bij mezelf, toen zei ik tegen Henk, ik zei, nou, we gaan weg hier. Ja, maar we hebben net getekend. Ik zei, dat kan mij dat schelen. We gaan weg. Dus ik heb Rob Oud gebeld. Ik zei, Rob, heb jij zin in Pisa? Dolgraag, zegt hij. Geweldig. Ik zei, nou, dan gaan we praten. Kijk, Veronica, dat was weliswaar een omroepvereniging, maar die gebruikte hun faciliteiten niks. Er zat altijd een mannetje in beeld bij Veronica. Dat was hun programma. En hij had echt... Hij zegt, ik heb nog een reportagetrein staan van 6,5 ton, man. Die geven we toch aan hun. Lekker. Dus uiteindelijk is het afgemaakt op 6,5 ton, transfergeld. Maar dat was één viercamera-trein die ze dan mochten gebruiken. In natura werd het betaald. Eigenlijk. Werd in natura betaald en Veronica gebruikte het toch niet. Veronica ging er prat op. Wij geven elk jaar zoveel miljoen aan faciliteiten terug aan Hilversum. Ja, dat klopt ook. Marcel van Dam en Rob Oud. Henk, die had er niks mee. Die was er eigenlijk helemaal niet voor. Want die vond Veronica natuurlijk helemaal niks. Die vond dat de speeltuin en gekkigheid en weet ik veel. Die had alleen maar muziekprogramma's en dat stelde niks voor. Wat moeten wij bij Veronica? Kijk, voor talent hoefde je niet bij Veronica te zijn. Nee. En dus het niveau daar bij de VARA was echt wel een stuk hoger dan bij Veronica. Ben jij helemaal stapelgek geworden? Ik weet niet hoe het met jou is, maar een nieuwe omroep. Ik voel me ineens 10 jaar jonger. Goed, en kunnen we dan nu weer gewoon doen, ja? Ik dacht van, die jongens worden straks commercieel. En dat is misschien niet onhandig om vast in die trein te zitten. Dus jij koos echt bewust? Ja, ik dacht van, nou, dat is niet onhandig. Misschien om in die trein vast mee te fietsen. Dank je met. Dank je wel, ik had hem zonder gevraagd. Bij Veronica ging het programma gewoon door in haar vertrouwde stijl en was het een nog groter succes. Ruim 4,5 miljoen mensen keken. Alleen de naam veranderde. Pisa werd Verona. Een nieuwe rubriek, bovenop het nieuws, laat zien dat het programma ook bij excellenties zeer gewaardeerd werd. Ze werkte er graag aan mee. Het knappe van deze nieuwsrubriek was dat het volstrekt geïmproviseerd werd. Het toont Harry en Henk op zijn best. Het duo was op eenzame hoogte gekomen. De rubriek leverde de zoveelste kreet op die tot de dag van vandaag als nagalm van hun grote succes hoorbaar is gebleven. Wij draaiden een item bovenop het nieuws. Ja. En dan hadden we allebei van die te gele blauwe jacks aan. Ja. En dan was ik was cameraman. En Henk was geluid. En wij gingen overal naartoe om het nieuws te volgen. Maar we zaten er bovenop. Maar zo heette het ook, stond ik op onze petten volgens mij, bovenop het nieuws. Bovenop het nieuws! Wie is het, Harry? Meneer Nijpels. Meneer Nijpels? Meneer Nijpels, oude bekende. Oude vrienden. Dag meneer Nijpels. Dag meneer Nijpels. Meneer Appelkoek. Hoe is het thuis? Ik had jullie al zo lang gemist. Ja. Ja. Hoe is het thuis? Goed. Ja, goed? Ja, ja. Met vrouwtje ook? Alles goed, ja. Maar we gingen naar persconferenties toe, we gingen naar koninklijke bezoeken toe en daar stond het duo. En het was gewoon een heel leuk item. Ja. Want die mensen gingen natuurlijk ook raar reageren op ons. Want ik stelde ook vragen achter de camera vandaan. Het was overigens voor het eerst dat er zoiets gebeurde. Dus ja. Ja, dat was nog niet eerder gebeurd. We waren echt pioniers. Ja, dat was nog niet eerder gebeurd op die manier. En we verstoorden natuurlijk overal de hele boel. Zo. Dat was alles met broers. Want die jongens die dus voor hun werk daar waren, van NOS Journaal en noem het maar op, die stonden er natuurlijk heel serieus bij een evenement of een persconferentie of wat dan ook. En daar kwamen wij aan. Ja, dat is een primeur. Moeten we even serieus, moeten we even luisteren.
Zo kan ik niet thuiskomen. Nee. Grootste last met Rob. Nou, ik wel een belop. Nee. Maar goed. Laten we het nou even zo doen. Ik stel de vraag opnieuw. Ik vraag aan u lijsttrekker. U zegt. Nee of het ja? Is nooit. Het is nooit, nooit in de politiek. Oké, okay, dat doen we. Okay. Het is nooit, nooit. Was het dat? Hebben we dat afgesproken? Nooit, meneer, nooit, nooit, nooit. Meneer nooit. Wiegel, wordt u lijsttrekker in 1990? Het is nooit, nooit in de politiek. Met die verkeerde pakken. En met die hele handel. En wij gingen ook vragen stellen. Ook gewoon dwars er doorheen. En brutaal ook. En zeg, moet u horen, niet onbeschoft. Niet zoals... Pauw. Ja, nee. 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 Maar het bleef altijd wel lollig. Maar ik kan me herinneren, toen stonden we bij de Dam. Ja. En daar was nieuwjaar. Op 15 januari of zo is dat altijd. En dan moeten ze nieuwjaarswensen doen bij de koningin. Dus daar kwamen al die ambassadeurs, ministers en alles. Mag ik erin? U moet er vol in. Mag ik erin? Ho! Je zit klem. Wat is er nou? Wat gebeurde daar? Je zat klem. Nee, ja, hij duwde me weg. Je zat klem met meneer Ruding. Ja. Maar je moet je nooit laten wegduwen. En wij stonden bij die deur. Op de Dam. Het was min 15, hè? Dus het was echt rete koud. En wij draaien dat. Harry roept een paar keer koud, hè, minister? Koud, hè? En spontaan, hoor. Er was gewoon niks aan bedacht. Koud, hè? En dat zonden we zo uit. En de volgende dag, ja, maar zo zie je maar. Je kan het niet verzinnen. De volgende dag hoorde je er terug op straat. Moet je horen. Koud, hè? Koud, hè? Ik zei, hallo, hallo. Er is er weer een. Ja. Zeg, heb jij het weer besteld? Pokken weer. Hey. Last van koude tenen, koude horen, koude klauwen. Antivries. En? Ook nog al die regen op je kop. Weinig wind, maar het is helaas een hele koude. En de beeld. Zeg. Dat je morgen binnen blijven moet. Zeker weten. Dat we morgen lekker zweten. Eskimo's. Wat? Eskimo's, je hoort toch wat ik zeg. Dat betekent dat we... boerenkool gaan eten. Maar je kan, en het probleem is, je kan alles op papier zetten. En je kan doen laten wat je wil. En dan gebeurt er niks. Gewoon bij toeval. Het is gewoon mazzel. Een van de dingen die ik tegenkwam, naar jullie speurend in de archieven van Beeld en Geluid, was een versie van het beroemde nummer van Rob de Nijs. Ja. Zachtjes stikt de regen. En wat jullie daar hebben gedaan, dat heb ik nog nooit gezien. Nee. Kan je die scène nog herinneren? Ja, dat kan ik me goed herinneren. Hey! Zachtjes stikt de regen zonder aan. Ritme van de eenzaamheid. Zegt we waren zo gelukkig samen, maar nu is dat verleden tijd. We hebben toen een heel dak laten maken hier. Het was hier op het terrein. Ja, decorafdeling. Ja, NOS-terrein. Die hebben hier toen een heel bovenkant van een dak gemaakt. Met een zolderraam. Ja. En daar kwam dan de Nijs. Die zat dan onder het zolderraam. En dan kwam er ineens een vloedgolf van water overheen. Terwijl die aan het zingen was. Nou, dat heeft heel veel geld gekost. Kom, vertel me regenboog.
vurig, want ze is zo koel. Niet zingen! Beste regen aan de zon, of je dat doet. Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. Ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt, we waren zo gelukkig samen. Maar nu is dat verleden tijd. Het drijft ook weg. Hij drijft ook weg, ja. Maar ook wel het feit dat hij moest wegdrijven was al moeilijk. Want je drijft niet zomaar weg. Dus dat was al heel ingewikkeld. Maar er was een hele stuntteam bij die dat allemaal moest coördineren om te zorgen dat hij goed wegdreef. En dat dat water, dat moest dan natuurlijk ook allemaal gestuurd worden. En dat dak moest gebouwd worden. Nou, dat was me een toestand. On-Nederlands. Ja, maar wij verzonnen dat gewoon maar. En dan werd het gewoon ook zomaar uitgevoerd. Dat kon toen gewoon. Heb je nog meer voorbeelden van dit soort krankzinnige dingen die jullie deden? Krankzinnig. Nou, ja. Nou, al die dingen waren soms waren natuurlijk wel. Kijk, al die clipjes die we maakten waren natuurlijk ook allemaal niet goedkoop. Nee. Oh. Zo, kan je het dode hooi. Mijn Harco. Blijf af. Pa, u ramt doet het melkpiep. Harco is een trekzuig. Weet je wat u bent? Horen vlaai komt er. Allemaal. En dan neem ik toevallig geen alle steken van terug. Als het water aan de smoel staat, zeg ik graag eens moe na. Slaan, pa. Mooi best. Dus wat doe je? Je maakt zo'n filmpje. En het was alleen maar op een soort van aardappeletersachtig boerenfamilie. En we gaan wat boeren en ruften en elkaar op de bek slaan. En dat is het dan. Nou, en we praten een beetje boerse taal. We gaan boerse taal doen. Dus dat deden we. Maar ja, na 4-5 weken daar rondgehopst hebben op van die klompen, je pijn in je voeten ook. Je denkt van, god. En koud, weet je wel. Buiten daar, rond zo'n boerderij. En dan moest ik... Koud, hè? Ook nog helemaal met zo'n stem. Kon ik bijna niet meer praten na die opnames. Dus ik zei, kunnen we hiermee ophouden, joh? Maar dan hoorde je op straat in één keer weer... Tiet voor een pafke. Jezus, daar gaan we weer. Ja, we moeten een liedje maken op Tiet voor een Pafke. Oh, we moeten een liedje maken op Tiet voor een Pafke. Nou, dan doen we een liedje op Tiet voor een Pafke. Nou, dan belden we toen Henk Temming van Goeie Doel. Ik zeg, Henk, schrijf jij Tiet voor een Pafke? Nou, was er weer een bandje in mijn bus. Daar komt Tiet voor een Pafke. Het was een nummer, daar kwam je niet doorheen. Want het was traag. Het was... En ik zie al die jongens van Veronica komen. En die zeiden toen, ja, jullie zijn alarmschijf. Ja, Han, daar gaan we weer. Jij praat met een alarmschijf. Zo. Ja. Zilveren reismicrofoon. En een alarmschijf. En? Ja. Een dag kan niet meer zitten. Nee. Hoe vind je die? Nou, geweldig. Wie kan dat nou zeggen? Ik ben een alarmschijf. Nee. Dus dat waren we ineens. Nou, en daar gingen we weer. Dus voor 50.000 gulden wil Oeda Dirkje dat kleren nu trekken. Ja, maar alleen voor de foto. Alleen maar voor de foto. Pas op, en dat is mijn allerlaatste bod. Verder ga ik niet. Ga maar even zitten, John. Ga maar even zitten, John. Op die Harco met die klompen. Harco. Ga maar even zitten, John. Sorry, pa. Sorry. Yo, ik denk dat je voorzet met Johnny van de Schip, maar ja, die komen al een tijdje niet aan. Tommy, maar die klompen wel? Daar had ik al na een week of 4, 5, had ik daar ook alweer genoeg van. Maar ja, dat is hetzelfde als wat ik net vertel. Ja. Dingen slaan aan. En je weet niet waarom? Nee. Heb je er echt geen moeite mee dat Pisa Verona is geworden? Wil je echt weten wat ik daarvan denk? Ja. Wil je dat precies weten? Heel graag. Het punt nu, Han, is, kijk, ik ben nu... Zover in mijn carrière. Ik weet nu wat niet leuk is. He? Maar wat wel leuk is, dat gaan we nooit weten. De luxe van het grote succes maakte de heren ijdel. En ieder van hen claimt de belangrijkste factor van dat succes te zijn. Harry bespreekt met John de Mol de mogelijkheden van een solo-carrière. Dat schoot Henk, die van niks wist, in het verkeerde keelgat. En zo eindigt in 1996 hun ooit zo succesvolle samenwerking.
De breuk is volledig en onherstelbaar. Geen van beiden wil ooit nog samenwerken met de ander. Henk woont inmiddels in Frankrijk, Harry in Florida, in de Verenigde Staten. Hoe lang heb je nou eigenlijk met Henk samengewerkt? We zijn elkaar tegengekomen, denk ik, in 1978, 79, ergens daar. Ja. En het is gestopt in 1996. Met een behoorlijke boom, dacht ik. Ja, gewoon, ik ben er gewoon mee gestopt toen. Ik had er geen zin meer in. Waarom niet? Ja, ik vind het een beetje een oude koeien uit de sloot, maar ja, goed. Wel, maar ik kom er niet omheen. Om nee, je komt er niet omheen. Ja, weet je, het komt altijd neer op... heb je nog dezelfde belangstelling? Is er nog dezelfde passie in het duo? Irritaties groeiden. Waarom? Harry kan echt aanwezig zijn, laat ik het zo zeggen. En op kantoor ging dat ook niet meer zo prettig. En hij ging altijd op reportage naar het buitenland, 4-5 dagen per week. En dan, iedereen haalde even opgelucht adem. En dus er was irritatie. En toen bleek dat hij was gaan onderhandelen met Jos Staatsen van Sport 7, weet ik hoe dat programma heette, die zender. Van John de Mol. Van John de Mol. En daar kwam ik achter, doordat ik werd gebeld door iemand. En die zei, Harry is in onderhandeling met de Mol. Ik zeg, oké, dan scheiden hier onze wegen. Kijk, duo's, er zijn heel veel duo's die ontploffen vaak. Ja, dat is waar. En of het nou de dikke en de dunne zijn, waarin de dikke al het werk deed, of die dunne en die dikke die deed nooit wat. En of het nou de Mounties zijn, waarin René Sleeswijk alles deed. Ja. En of het nou, er zijn heel veel duo's die het gewoon niet redden. En dat komt omdat één van de twee in de duo moet bereid zijn de lul te zijn. En maar leuteren, en maar kwaken, en maar niks hier hebben, maar toch die klanken willen uitstoten. Ja, jongen, het was ook niet voor jou bedoeld, weet ik veel dat jij dat te zien krijgt. Jij moet over mij in het buitenland je kop houden, begrepen? Maar ik zou het dus, als ik er nu zo eens over nadenk hier op het strand, dan zou ik het makkelijk alleen kunnen maken. Het programma, ik bedoel... De Zander Henk. Ja, dat zou kunnen. Dat zou wel kunnen. Ik bedoel, ik kan het makkelijk alleen af. Want je zal nooit zien dat twee mensen hetzelfde werk verrichten, even gepassioneerd zijn, enzovoort, enzovoort. En even dominant misschien. Ja, of wat dan ook. Of dezelfde inzet hebben, of... Dat is niet zo. Nou, op het moment dat er succes is en alles loopt nog op rolletjes, dan wil je dat nog wel een tijd door de vingers zien. Maar op een gegeven moment ben je daar een beetje klaar mee. Hier, koptelefoontje. Gaan we doen. Ja, koptelefoontje. Koptelefoontje. Recordertje. Zo, nou, heb je hem? Nou, ja. Nou. Hengeltje. Nou. Ja, koptelefoontje valt. Nou, dan doen we het nog een keertje op. Jij kan toch alles zo heel goed alleen, Harry? Ja. Jij draait vandaag bovenover het nieuws in je huppie. Ik ben thuis. Dag. Henk. Henk, dat kan toch... Henk, kom nou terug! Ik kan het toch niet alleen? Oké, nou, ruim 20 jaar. Ja. We waren niet met elkaar getrouwd. Dus er was geen echt intimiteit of zoiets. Een huwelijk is ook wel eens slecht, maar door dat soort dingen kan je er overheen komen. Maar ja, we hadden... Ik denk dat we elkaar niks meer te vertellen hadden. Goed, punt daarachter. Ja, hoe is jullie relatie op dit moment? Niet. Jullie zien elkaar nooit meer? Nooit. We spreken elkaar nooit. Zijn jullie dan nog boos op elkaar? Nou, boos op elkaar, maar ik heb daar gewoon helemaal geen zin meer in. Ach, het kan me nu echt niks meer schelen, weet je wel. Ik ben blij dat het toen zo gelopen is, want daardoor ga je een andere weg in en ga je andere dingen doen in je leven. Dus op zich, ik kijk er ook helemaal niet in wrok of zo op terug. Totaal niet. Qua jongens waren het. Leuke qua jongens. En ze leverden een nieuwe, verfrissende bijdrage aan de vaderlandse televisie. En jarenlang leverden ze ook een wezenlijke bijdrage aan het goede humeur van de gewone Nederlander. En dat is nooit in geld uit te drukken. Jammer is het wel dat Harry Vermegen en Henk Spaan er nooit een prijs voor kregen. Wat heeft televisie jou gebracht? Nou, heel veel plezier gewoon. Dat is het gewoon. Heel veel plezier, ja. Gewoon heel veel leuke momenten. Het is gewoon het allerleukste wat er is. En dat heeft het me gebracht.
Kusje, Ko. Kusje. Ja, je zit echt net als die kolenboer, die kwam ook binnen. Iets minder brusk? Ja, iets verleidelijker. Oké. Okay. Iets meer van... Kusje, Ko. Oké. Ko. Lassie. Ja. Moet ik het weer voordoen. Dat wij ook alles leren. Actie. En ja, dat je er bekend van wordt en weet ik veel allemaal meer. Dat vind ik allemaal zo verschrikkelijk oninteressant. Dat interesseert me helemaal niet, namelijk. Want het is natuurlijk volkomen lucht. Je bent alleen maar met onzin bezig. En op het moment dat je er echt in gaat geloven... dat je denkt dat het toevallig wat voorstelt... Nou, dan ben je al zo verschrikkelijk op het verkeerde pad. Dan ben je al, neem je jezelf zo in de maling. Dus daar heb ik nooit... Dat is niet de lol die ik heb van televisie. Nee, geef deze keer maar eens een glaasje whisky, ober. Whiskietje voor meneer. Ja. Komt eraan, natuurlijk. Ja. Maar iets bedenken met uit niks. Ja. Je ziet het ontstaan. Ja. En voor een moment zie je het ook nog eens een keer... in de maatschappij een beetje terugkeren als een soort effect rondeilen. En dan denk je, wauw. Het is ooit daar begonnen, onder de douche. En het is dan brrr, zo, weet je wel? Ja, ja. Nee, dat is de lol ervan. Dat maakt het zo leuk.